Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Enge Zondag. Ik ben Melvin en vandaag heb ik voor jullie, ik zal even naar het hoofdmenu gaan, Slender the fucking Arrival. Ja, je hoort het goed, ik zei fucking, maar dat doet er voor de rest niet toe. Het is even een eng geluidje, maar dat doet er ook weer niet toe. Het doet mij even niks toe. Er is een nieuwe map uitgekomen en die heet Genesis. En die wil ik even voor jullie gaan spelen. Het lijkt mij een leuke map. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nog niks van gezien. Johan, die vorige week met mij had meegespeeld, die zei dat tegen mij. En ik heb al op start gedrukt. Dus jullie gaan mij het nu zien spelen. Oh, holy, what the fuck is dit? Ach, dit is weer een... Hey, nee, dit lijkt spray... Dit is gewoon, hoe heet het? Of niet? Nee, dit is gewoon de normale. Of... Ja, ik zie het nu. Ah, jammer. Ik had er veel meer van verwacht. Maar ik wil het nu wel gaan uitspelen. Dus we gaan het gewoon... Holy shit, wat ben ik groot! What the fuck? Waarom ben ik zo immens groot? What? Check dat. Ik kan gewoon boven het huisje staan. Waarom ben ik zo groot, jongen? Ik ben reus, jongen. Dan hoef je toch niet bang te zijn voor Slender. Hier. Weet je, moet je zien, jongen. Daar kan je toch nooit in zitten als je zo fucking groot bent. Holy shit, man. Zit hier nou geen briefje op? Nou, dat is een... Oh, jawel. Dat is... Yes. Waarom ben ik zo fucked op groot? Maar... Dit is gewoon dus de normale Slender map. Dat wat ik niet wist, maar... Oh, dat is geen licht. Nee, ik wil wel een lichtje hebben. Dat is het einde van de map. Dit is... Oh, dit is die buis, of niet? Ja, volgens mij wel. Oh ja, kijk eens aan. Nou, zit hier geen briefje? Nee, jammer. Ach. Zit hier geen briefje op? Waarom moeten er nou weer enge geluidjes komen? En daar heb ik helemaal geen zin in. Jezus Christus, fuck jou meneer. Ik ben bijna... En toch is hij nog langer als ik ben. Dat klopt niet. Dit is onrealistisch. Dit is heel onrealistisch. Hier is hij om het hoekje. Oh nee, niet eens. Nee. Nou ja. Wat een onrealistisch spel joh. Ik ben... Oh, dat was even een frame drop. Hij liep even vast. Holy shit, wat gebeurt er? Waarom loopt hij gewoon vast? Oh nee. Oh nee, daar hebben we die wc-hut. Oké, ik weet als de stoel is omgegooid. Oh, ik dacht dat is het deurkruk, lol. Oké, de stoel is omgegooid. Het kan zijn dat hij nu om het hoekje staat. Huh, niet eens. Lol, oh, wat heb ik weer een geluk. Dan is, maar hij is er nu wel geweest, volgens mij. Hier dan heen. Hier om het hoekje. Hé, hey, die stoel die staat nog rechtop. What the fuck? Dan moet hij wel een briefje zijn. Ik weet het zeker. Ik weet het 100% zeker. Dan is hij hier. Hè? Is hij geen briefje? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Hier moet een brief... Oh, hier ben ik nog niet geweest. Hier dan. Hè? Nou, dan slaan we dit weer eens over. Godsamme. Nou, hier zal vast wel een briefje zijn bij deze tonnen. De map is wel een stuk lichter geworden als je het mij vraagt. Echt. Ik heb Slender die 8 Pages heb ik wel eens een keer gespeeld. Toen deed ik mijn zaklamp uit. Toen schrok ik heel erg. Voor de rest vond ik het niet meer eng. Hé, hey, hier staat ook weer de radiotoren. Hé, hey, dat is leuk. Voor de mensen die het niet weten. Ik heb dit spel een let's play van gedaan op Hastingless Games. Dus... Misschien wil je die zien. Dat kan altijd. Moet je even naar het kanaal gaan. Maar hoeveel pagina's heb ik er? Wat was het? 6 of zo? 7? Ik weet niet meer. Nou ja. Het is nu een beetje gewoon een boswandeling met een, hoe heet het? Een soort van spooktocht. Bekijk het maar. Nou. Moet je eens kijken dan. Hallo bomen. Hallo. Is niks aan de hand hè? Nee. What the fuck? Check die licht, jongen, jeutje. Nee. Staat hij daar nou? Huh? Wat? Oh, daar staat hij.
Hey, zijn we weer bij die auto. Ik hoop niet dat dit zo'n filmpje wordt waar ik een half uur lang rondloop en ik vind niks. Voor de mensen die tot nu toe hebben gekeken, ik weet niet, sta ik nog wel zo ver schuin of klopt mijn webcam wel? Ik weet het even niet meer. Ik hoop dat mijn webcam nog goed staat. Maar ik ga vandaag twee enge zondag filmpjes opnemen, uploaden. Ik weet nog niet welke tweede spel wordt. Misschien dat het ook wel een driedelige serie van Seven Days. Of van The Graven Manor. Dat weet ik niet. Dat zien jullie wel. Voor de rest... Oh, dat is hij. Oh, nou ja. Dan gaan we daar niet heen, hè. En ja. Ik knip even door totdat ik een andere pagina vind. Of ik schrik of zo. Holy f... Oh, kut, daar staat hij. Porom, porom, porororadom, porom. Hé, hey, een nieuwe pagina. Vijf nog maar? Huh? Ik heb het gevoel dat ik er al zeven heb. Oh, nee, godsamme. Waar zijn ze dan allemaal? Die heb ik ook al, godsamme. Dat vind ik nou naar van Slender spellen, hè. Je loopt dan een half uur rond en je vindt niks. Ik denk toch echt dat hier een pagina op hoort te zitten. Ah! Oeps. Het valt me weer heel erg tegen. Dit spel is me behoorlijk tegengevallen. En bij behoorlijk bedoel ik ook echt... Behoorlijk. Hoe eng ik dat in die mijn vond, zo... Niet eng vind ik dit. Hey! Ja! Yes! Yes! Oh nee. Mooi zo. Hebben we die ook maar weer. En hier hebben we ook nog wat. Kijk eens aan. Oh. Oh, nu gaan we het winnen. Ik heb niet gecheat hoor. Als je... Oh, fuck, nee. Je moet nu niet gaan denken dat ik heb gecheat, hè. Je gaat me niet beschuldigen van iets wat ik niet heb gedaan. Nee. Dat ga je nu niet doen. Dat heb ik niet gedaan. Ja, kijk eens aan. What the fuck? En wat is dit? Oh, yes! Hey, het wordt dag. Check al die bomen, die kloppen met de... Oh! I have plans for you. Ben ik een meisje? Dat was het! Wat vond je van dit... Nou ja, je kan het bijna geen montage noemen. Het was gewoon een beetje een spelletje spelen weer. Maar ik heb het wel een beetje bewerkt, want ik heb ook stukjes waarin... Laat maar, hebben jullie allemaal gezien? Dus waarom zou ik er nu nog over praten? Don duimpje omhoog als leuke aflevering vond. Laat een leuke reactie beneden in de comment section. Als je nog niet geabonneerd op mij, druk je knopje abonneer hier beneden. Bel op mijn video's en ik nog maar één keer zeggen. En dat is... Doei mensen!